3-3-2. En ik leg hem gewoon op de stapel neer. Huppakee, want de vliegen staan maar licht op. De vliegen stapel. Ja, dat is niet zo. Hij duurt een lijn hier, hè. Yo, yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we dus voor €750 staatsloterij. Hoeveel straten zijn? Het zijn 5 halve straten. Wel halve straten, jongens, we moeten wel een klein beetje budget aanpassen. Maar ja, het zijn wel 5 halve straten en dan kunnen we dus ook wel een grote prijs winnen. Ik zou zeggen, ga even kijken. Oké, dames en heren, we zijn in de winkel aangekomen waar we dus ook altijd de staatsloten kopen. En hier gaan we dus ook de oudjaarsloten kopen. En de reden eigenlijk dat we nu een keer voor oudjaarsloten gaan, is omdat we dachten van... Ja, we hebben nu zo vaak die krasloten geprobeerd en hoeveel zou je nou gewoon winnen met een hele straat? En in plaats van dat we dus 1 straat gaan halen, halen we er gelijk 5. Om het gelijk even goed te testen. En Aart zit al in de winkel te wachten. Ja, maar we willen graag 5 halve straten van staatsloterij. Ja, dat, ja, wij gaan rijk worden nu, hè. Oké, okay, mensen, €750. Dat is niks, jongen. Is niks. YouTube, oh nee, ik ga niet helpen. Wat is echt de hoofdprijs? 30 miljoen. 30 miljoen, Aart. 30 miljoen. Maar die kunnen we niet winnen, want we hebben de helft. Als we 30 miljoen, oké, okay, als we dus 5 miljoen winnen, dan doen we wel 1 miljoen sterretjes in de ton. Jullie krijgen allemaal een beetje erbij. En een bakje koffie. Goed zo, jongen. Nou, daar en een plakje cake. Ik ben er even mee, hoor. Ja, tuurlijk, hè. Hey, ik ben wel gul, hè. Dames en heren, dit is dus wat je kan winnen, 30 miljoen, en we hebben dus halve loten, dus nou, voor ons gaat het dus gelijk naar de 15 miljoen. Maar we kunnen wel 250 halve mini winnen. Hey, een halve auto. En wat doen we met mini? Dan rijden we in een prak. Vergeten, speelbewust, 18 plus. Dus ik mag het wel halen. Yay. Kijk, hier zitten we nu op de 630 euro, 45. Dank je. Oké, dames en heren, dit zijn ze dus maar liefst 5 pakketjes. Nou, het is nu nog geen oud en nieuw, dus we gaan even een paar dagen wachten. En dan gaan we deze ja, gewoon op internet even checken natuurlijk. Dus dan komen we bij jullie terug als het zover is, dames en heren. We gaan gewoon winnen! Ja, dit, ik zit nu wel een beter gevoel met die krasloten. Ja, moet ik wel hele clue geven. Kijk, ik denk niet meteen aan de miljoenen, maar ik denk wel weet je, een 10.000 of zo. Weet je, dat zou wel kunnen nu. Ja, ik kan wel iets groter. Moet nagaan, we hebben nu voor 750 euro gehad. Zo'n loten hebben we nog nooit gekocht. Nee, hè? Never. Oké, okay, mensen, het moment is nu aangebroken. We gaan de straten controleren en zijn we miljonair of niet? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Zoals jullie kunnen zien, Sean is er nu niet bij en nu ben ik erbij. Dus ik ben eigenlijk een invaller van Sean of Sean invaller van mij. Dat boeit niemand geen ene fuck. Maar we ook gelijk leuk hebben. Kijk hier. What the fuck is dit dan? Het is de prank shirt. Is de prank. Prankster shirt. Ja, we moeten nog even kijken. We willen eigenlijk misschien een beetje meningen weten. Weet je. Kijk, we hebben nu prank. Maar hebben jullie liever prank of prankster? En wat vinden jullie sowieso van de camouflage, weet je wel, en van de shirt? Nou, deze is nog wel een beetje te groot. Ja, ik moet de maat iets aanpassen, want ik had een L besteld voor mij en ik heb een L, maar zelfs deze is voor mij een XXL. Dus ja, dat... inderdaad. Maar dat is zaak, hè. Het is tijd om te zien of we gewonnen hebben, want jullie willen allemaal geld zien. Het is tijd om miljonair te worden. Ja, inderdaad. Ja, ja. Oké, welke... jij mag kiezen welke als eerst open gaan maken, jongen. Zijn ja, kijk, ik ben eigenlijk niet bij geweest, hè, in het begin. Nou, juist. Niet dat ik het weet welke wat is. Oké, we beginnen met deze. Hey, het is, ik moet eerlijk zeggen, hè, kijk... we hebben halve loten, dus we kunnen max 15 miljoen winnen. 15 miljoen is leuk natuurlijk. Is zeker leuk. Is zeker leuk. Maar met 100.000 euro ben ik ook een heel tevreden persoon. Ik ook wel, maar 15 miljoen. Oké. Nou, daar gaat-ie. Ja, dan is het nu tijd om gewoon naar de website te gaan. Want alleen daar kunnen we de uitslag vinden natuurlijk. En het mooie is, we hebben dus een half log gedaan. En ik heb net op internet gelezen, gewoon net, dat die gevallen is 30 miljoen op 2 halve loten. Dat kan zijn. Kan zijn dat hij hier is. Dat is daar. C. C. Q. Q. 0. 0. 6. 6. 5, 5, 0. 5, 5. 0. Oh. De eerste 5 euro. We zijn fucking uitgenaaid. In het begin gaat het eerst omhoog.
En ik dacht echt van nou, hè, dat is een... Dat is wat. Maar het was er geen nee. Maar ah, ik duw al 5 euro. Hij gelijk prijs, hè? Gelijk. Goed, hè. Kijk, daar gaan we weer, daar gaan we weer. Helaas, geen prijs. Volgende trek meer geluk. Gaat in de winnende stapel, de verliezende stapel. Okay. En 5 euro, dat betekent dat we 10 euro hebben. Maar ik zit net in één keer te denken, hè. Stel nou dat ik in één keer wat intyp en ik typ het verkeerd in, weet je wel. En dan denken we in één keer dat we 100.000 euro gewonnen. En dan komen we erachter dat we die gewonnen hebben. Dat is even kut nou, hoor. Dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon niet leuk. Dit wordt hem. Niet. Ja? HC 30987. HC 30987. Haat hem. Ja, ja. 10 cent, 2 euro, 5 euro, 6 euro, 0 euro. Hij weet het opgenoemd nu. Nu ging hij echt heel mooi van 2, 3 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro. Dan denk ik, oké, dan zou hij wel 5 vallen. In één keer bam. Niks. Yes. Oké, daar gaat hij. Winnende. Van Duraan, dan komt hij aan. Helaas. Gaat hij weer. Gaat hij weer omhoog. Doe ons maar die verliezende loten, of niet? Ik zei het is voor een video, dus we hoeven niet te winnen. Komt-ie. Ik weet het niet meer 100% zeker, maar er is mij altijd verteld dat je bij de staatsloterijen 1 op 2 kans hebt. Dus dat je... Nou, dan zijn dit allemaal winnende. 50% dan moet je dus... Ja, het is me wel vaak verteld dat je altijd ongeveer de helft terugwint. Ja. Ik geloof geen kut van. We staan er slecht voor. We staan er heel slecht voor. Moet je nagaan, stel dat we alleen deze straat hadden gekocht. En nou, we hebben er niet alles op natuurlijk. Dat kan nog, en we hebben nog 40 hier dan. Maar toch, daar gaat hij. Ik leg hem nog bij de verliezende neer. Wow! 30 euro! Ik denk dat hij omhoog gaat. Ik denk dat de 100, boven de 100, joh. Waarom doen ze dat dan weer, hè? Dan denk ik, dit is een grote prijs. 30 euro, dan niet verkeerd. Ja, 30 euro, hè? We zitten nu op 40. 40 euro. Dat is nog lang niet de helft, denk ik. Ik wil de volgende keer wil ik dat je hem weer eerst op de verliezende legt. Oké, dan doen we bij deze nog een keer. 3, 2. En ik leg hem gewoon op de stapel neer. Huppakee, op de verliezende stapel. Maar ligt al op de verliezende stapel. Nee, dat is niet zoveel. Hij duurt te lang, zie je, hè? Oh! 50 euro, ik heb hem al neergelegd, hè. En dan hebben we er hier nog eentje dan. Maar dat is dan de verliezende. Maar ik leg hem alsnog op de winst. Alweer op de verliezende. Ja? Oké, EQ. EQ. 9-1. 1-4-1. Oké, mensen, dit is hem. Ik leg hem op de verliezende stapel in, dat brengt geluk. 5 euro. Ja, 5 euro. Dus we hebben één straat. 95 euro. 95 euro. Meer dan de helft. Dan hebben ze niet gelogen. Nee, tot nu toe. Ah, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vind dit eigenlijk spannender en leuker. Als krasloten. Dan krasloten. Ik ook wel. Nu ben je wel even een beetje zo'n spanning meegenomen. Het is echt dat je. Ja. Nee, Sean, onze geluksvogel. Hij moet de laatste even openmaken voor ons. Wij hebben niet zo, we hebben wel geluk, maar ook niet te veel geluk. Woe! Ja, gaan we weer weg, hoor. Gaan we weer weg. Dit is het. Hij is sowieso. 100 euro. Weet je wat het is? Hier, dit waren de, weet ik veel. Deze moet nog checken. Ik vind het wel beste. Dit is gezak aan zo, je weet niks. Dank je wel. Oh, de negatieve tijd hier, jongen. Kijk, hij is een man. Het glas is half leeg, maar het glas is half vol. Kom op, let's do this shit. Come on. Enter. Come on. Ja. 5 euro. Dus, kortom gezegd, we hebben 3 straten ongeveer 20 euro gewonnen en 2 straten ongeveer 100 euro. Ja, we hebben dus in totaal
tenminste volgens deze computer dan, als het programma misschien klopt het niet echt, hoop ik wel tenminste. Ik hoop het ook. We hebben €250 gewonnen. €250? Van de 750. Dus we hebben precies 1/3 gewonnen, dus de winkaans is niet 1 op 2, nee, maar 1 op 3. Bij deze. Nou, en we laten ze sowieso nog een keertje scannen in de winkel. Ja. En dan weten we het 100% zeker. Dus jullie gaan zo meteen even kijken dat in de winkel dat alles gescand wordt. En dan weten we het definitieve bedrag. Dus zie jullie zo meteen. Nog eentje. 150. 165. 265. Super bedankt man. Jammer genoeg, geen 15 miljoen. Helaas. Tot ziens. Oké, mijn service is €265 gewonnen. Chris, ik had er €15 naast, maar €15, €265, iets meer is 1/3. Dus ja, dit heb je gewonnen met 5 halve straten, oud jaarsloot. Ik zou zeggen, voor het leuke video, dus vergeet ik niet een duimpje omhoog te geven. Volg social media, linkjes in de beschrijving. Ja, en dan zien we jullie volgende keer weer.